Wij hebben twee teams short movies gemaakt die Hollywood waardig zijn. Robbie, Milo en ik tegen team Acting. Ja, we gaan vandaag dus twee korte films maken van ongeveer 4 minuten, waarbij we zelf het script moeten bedenken, zelf regisseren en het belangrijkste, zelf gaan acteren. Ik ben toch je vriend? Je kan toch alles tegen me zeggen? Hey. En jullie zijn uiteindelijk degene die gaan beslissen welke van de twee films het beste is en heeft gewonnen. Maar laten we rustig aan beginnen bij het begin, want Milo heeft voor zijn team een aantal mooie scripts geschreven. Hey vriendje. Maatje. Wij zijn bij elkaar in een team ingedeeld. Ja, niet alleen wij. Rob is er ook bij. Ja, we zijn met z'n drieën. Jezus. Hij is op vakantie, terwijl wij een short film moeten maken. Dus even, dat zorgt er dus voor dat niet alleen hij helemaal niks aan het script gaat schrijven, dat hij ook helemaal niet weet waarschijnlijk tot op de dag dat hij moet opnemen wat hij gaat doen. Dat klopt helemaal wat je zegt, ja. Hij weet ook niet wat hij zelf moet gaan doen. Dit klinkt voor mij wel als een recept om hem een beetje voor lul te zetten. Hem die rol geven in een short movie die wij zelf het liefst niet zouden uit willen uitvoeren. Een kutklusje geven. Juist. Ja. Ik heb 3 verhaallijntjes geschreven, waarvan we er 1 moeten kiezen, maar ik denk ik presenteer ze alle 3 even aan je en dan kijk ik even wat jij ervan vindt. Concept 1: Tinder match. Milo R. Hoe zit daar avondje op de bank? Potje FIFA, biertje, et cetera. Na een tijdje komt het gesprek erop of Milo nog een nieuwe Tinder match heeft gehad de laatste tijd. Ik zeg, ik heb nu trouwens eentje, die is wel even echt mijn speciale aandacht gepakt. Jij zegt natuurlijk zo, laat zien. Dus nou, ik pak mijn telefoon, laat ik het profiel zien. Van Rob. Oh. Nou, jij hebt het ook onder de indruk. Zo, dat is niet misselijk. Nodig hem maar uit. Ik stuur een berichtje en binnen een seconde hij meteen, oh leuk, on my way. Ja. Tot nu toe voelt het aan als een soort homoseksuele date die jij en Rob hebben via Tinder. Deels precies het idee. Deurbel gaat. Wij gaan naar de deur, zie niks. Hallo, hier beneden. Dat zie je natuurlijk niet op Tinder. Is het zo'n heel klein mannetje. En die zegt wat heel sowieso. Oh, we zien dat jullie met z'n tweeën zouden zijn. Kinky. En volgens gooi mij de deur dicht. Dat is toch geniaal? Oké. Concept 2. Milo en Robbie zitten in de wachtkamer van het ziekenhuis. Robbie is hard aan het huilen en Milo troost hem. Het komt wel goed, schatje. Ze zijn duidelijk een stel. Lachen. Vervolgens wordt er geroepen dat meneer Van der Graaf mag binnenkomen. Prima, in het volgende shot zitten we aan het bureau bij de dokter. Dat ben jij. Jij bent de dokter. Jij hebt slecht nieuws. U gaat dood. Die operatie waar we al zo bang voor waren, die zal volgende week plaatsvinden. Nou ja, Rob begint gewoon zo ontembaar te huilen. Gewoon alleen maar huilen. Ik vraag vervolgens van jou, en hoeveel procent van die mensen overleeft die operatie ook weer? Ja, 20%. Vervolgens zeg ik tegen Rob, ik zeg, schat, weet je wat we doen? We gaan gewoon nog een week lang allemaal leuke dingen doen. Ja, dat is vervolgens weer zo'n leuke compilatie. Allemaal dingetjes, ons rol schaatsen, over het strand rennen, gewoon leuk zo uit. Uiteindelijk, volgende shot, operatie. Jij bent de dokter. Je bent volle bak. Je bent bezig. En je trekt ineens. Wow, een gigantische zwarte dildo. En jij zegt zo, daar is de boosdoener. Dat is het einde van de scène. Ik weet alleen niet of die dildo ervoor gaat zorgen dat wij geen advertenties meer krijgen op de video. Ja, deze twee ideeën zijn het dus officieel niet geworden. En dus besluiten de mannen gaan voor de 3e optie die Milo verzonnen heeft. Die ze op de dag van het filmen zelf graag aan een nietsvermoedende Robbie gaan voorleggen. Milo heeft 3 scripts verzonnen. Alle 3 steengoed. We hebben er 2 afgeschoten. En dit is het verhaal van de short movie die wij gaan opnemen. De film opent met een scène waarin Milo, een soort Indiana Jones-achtige figuur, door een bos jungle heen aan het ploegen is en zijn weg vindt naar de voet van de piramide. Hier begint hij aan een zware klim omhoog. Eenmaal boven aan de piramide treft hij een oude wijze guru aan. Dat is Robbie. Die guru zegt tegen Milo dat hij hem voor het afronden van deze helse tol wil belonen. In de vorm van een magische glazen bal. En die bal is gevuld met liefdesgas. En zodra die kapot valt, zal het gas de dichtstbijzijnde andere persoon vinden en deze hopeloos verliefd laten worden op Milo. Nee, niet! Milo is vreselijk blij met deze beloning en gaat direct de stad in. Op jacht naar een knappe vrouw. Milo loopt zo dromerig rond dat hij een fietser niet aan ziet komen. Dat ben jij. Nee! In dit proces laat hij als scheldend de magische bal per ongeluk vallen. En deze spat kapot. Het gas stroomt naar Robbie toe en die begint schaapachtig te lachen. De film eindigt met een dramatisch shot van een schreeuwende Milo. Nee! Maar ik heb hem niet echt gezien, toch? Ja. Wij zijn vandaag in Loenen aan de vecht en we gaan iemand weer blij maken met 20.000 euro. Bruh. Wilde je daarom zo aankomen lopen voor deze grap? Dat is een leuke grap. Er loopt niet zo'n pyjama hier ook. Jongens, wij hebben echt een briljant idee. Er is dus een thema tussen ons dat altijd speelt. Ja. En dat is altijd dat jij het altijd over mijn moeder hebt. Ja, maar met een goede reden. Wat gruwelijk lekker wijf natuurlijk. Ja, en dat gaan de mensen dus vandaag zien. Want we hebben er geregeld. Ja. Het idee is als volgt. We hebben een verhaal bedacht wat gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Ja, eens. Dat is dat hij met mijn moeder gaat. Ja. Ik wil het nooit toegeven, maar het is echt ja, zo. Ja, het is echt zo. Ja, er is een verhaal waarin hij met mijn moeder gaat. En ik ga daar met een bepaalde manier mee om. Ja. Wij willen niet te veel spoilen, want we willen dat jullie het verhaal in het verhaal gaan zien. Maar waarschijnlijk ga je het toch wel een beetje zien, snap je? Ja, daarom. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Kijk, we spelen natuurlijk tegen die 3 andere joehoes. En ik denk dat we dit echt makkelijk moeten doen. Ja, vooral onze storyline is zo goed. Ja, en onze acting, daar gaat het om. Het enige waar we misschien over na hadden kunnen denken is deze microfoontjes. Ja.
Dit is zo lelijk. We hebben ook helemaal geen lamp mee of zo. We hebben alles gestopt in script. En acting. Zullen we even een voorbeeldstukje acteren doen? Au! Vind ik eigenlijk iemand leuk? Is hij homo? Daar heb je last van? Ik heb last van mijn voet. Mag ik hem misschien even masseren? Nee, ik ben geen moe. Mensen, jullie dachten misschien dat dit dus echt was, maar dit was dus acteren. Jij bent ook echt bewezen dat je slecht bent, dat heb ik toch niet echt. Nummer hoppakaas, nummer 12 multikills. Hasta la vasta. Hasta la vasta. Oh, hasta la vista, baby. Oké, doe nu alsof je heel verdrietig bent. Wow. We hebben het huis gehuurd. Nee, dit huis hebben we dus gekocht voor één dag. Het is echt een leuk huis, toch? Wat is dit? Dit is even voor de duidelijkheid. Dit is dus waar ik woon. Kom bij mij op bezoek, zeg maar. Huh? Waar is het? Wat? Waar is het, schat? Ik kan het je niet vertellen. Wat is dit, man? Ik was er al bang voor. Je bent toch je vriend? Je kan toch alles tegen me zeggen? Hé. Waarom lach je nou? Vriend, hè? Mooi, er is hier met een doosje misschien bij een date aangekomen. Huh? 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 Ja, dat is goed, hè? Belastingaangifte. Ik ben verliefd op een oudere. Yo, yo, hey ho! Hey ho! Ja, maar waarom lach jij, broer? Ja. We zetten deze man ook de deur open. Ja. Dat is toch geen acteren? Ik kan denk ik deze video gebruiken als een Trying to Cringe challenge. Kom je toch de wedstrijd kijken? Ja. Ja. Binnenkort in de bioscoop, meneer. Koen? Kun je nog één keer echt overdreven schrikken? Oké, oké, oké. 3, 2, 1. Ik wist dat. Ik wist dat er iets ging gebeuren. Hallo. Goed, onze openingsscène staat er inmiddels bijna op. Ik vind het wel leuk om even te gaan kijken naar het acteerwerk van het andere team. We hebben een mooie dag uitgekozen voor dit. Het is echt een typisch dag. Hey, het is tijd voor mijn liefdescène. Nee, jij vindt het niet fijn, juist. Jappie is er nog steeds bij. Oude Rukker. Ik vind wel dat je jezelf een vijf ziet. En Loeser, die staat erop. Luister even, sukkeltje. Hoe durf je zo'n grote bek tegen mij te hebben, je sukkel dat je erbij loopt. Wacht maar als ik jou in mijn handen krijg, bananenschil dat je erbij loopt. Dit zou zomaar eens de beroemdste staat van Utrecht kunnen worden na deze short movie. Gaat het een beetje? Ik sta hier nu tussen Mattie en mijn moeder van Dit is de eerste keer dat ik mijn moeder op internet laat zien. Vind je het spannend, man? Ja, nogal. Laten we verder gaan met het script. Ja, maar nu gaat het echt. Nu gaat het wat meer spicy worden. Ja, even een waarschuwing voor de echte zoon van mijn fictieve moeder. Ik zou de video hier even wegklikken. Ja, ik had je nog zo gewaarschuwd. Oké, was het goed? Eentje voor de. Eentje, doe het nog maar 10 keer hoor. Het zit er lekker in. Ik denk dat we de deurscène hebben. It's a red. Deurscène. Deurscène. Doe normaal. Je bent toch geen baby. Geen baby. Nee, nee. Doe normaal. Je bent toch geen baby. Waar je weinig budget zeg hiervoor. Oh. Hey, wacht, er heeft de scherven. Wat? Ja. Het milieu kan uw hulp goed gebruiken. Nee! Mensen, het is nu tijd voor de scène dat ik ruzie krijg met mijn moeder. Ik heb dus nog nooit ruzie gehad met mijn echte moeder. En nu hebben wij meteen al ruzie. Ik heb ook nog nooit ruzie gehad met mijn moeder. Ja, ik ga helemaal van ons schelden. Oh, fijn. Wat zeg je er allemaal? Twee uur is twee uur. Twee uur, ma. Ik ben 28. Hé, hey, luister naar je moeder. Maar wat zeg je er allemaal? Twee uur is twee uur. Twee uur, ma. Ik ben 28. Hé. Luister naar je moeder. Luister naar je moeder. Ja. Zoek het lekker uit met je hele homo. Hé. Luister naar je moeder. Hé. Oh, jij kan het echt goed. Hé. Mensen, we gaan nu een scène draaien waarin we 15 jaar terug in de tijd zijn. Ja. Waarom staan we zo dichtbij? Dan komt het regen en we staan met z'n drieën met cameraman onder de paraplu. Maar wie is nou Koen en wie is Mattie? Als jij me even vasthoudt, jonge Mattie en jonge Koen. Dat hadden u echt niet. We zijn gaan even gezellig samen een potje voetballen, want jullie houden van voetbal. Ja. En als je denkt dat het bij ons hard regent, bij het andere team is het niet normaal. Je ziet er goed uit, Roel. En jij hier? Wat ben jij hier?
Ik ben even aan het wachten tot het droog wordt. Nee, dat wordt het niet meer. Het gaat vanaf dit punt alleen maar harder regenen. Dus dit moet echt 10 minuten erop staan. Nou, de camera zit een condoom omheen. Ja, verstaat als het weet. Over 10 minuten breekt de hel los. Dan gaat het om. De hel los? Het regent zo hard. Kijk ze nou samen. Hé, hey, wat een fantastische dag hebben we uitgekozen, man. Hé, hey, maar besef Milo hoe ziek dat we het erin hebben geschreven. Met gutsen. Ik heb in mijn nek geblast. Fuck. We hadden in het script geschreven het oerwoud waar het altijd regent. Maar we dachten, dat hoeft niet echt, maar het is nog gelukt ook. Oké. Okay. Maar het is niet normaal wat hier nu gebeurt. Gelukkig zijn we klaar. Oh nee. Oh nee, ik moet nog het bos in. Het is een mooi sound effect. Die heb je misschien nodig voor de film. No, don't be so sad, cause love is by your side. Wauw, deze wil je terugholen in de short movie. Wow. Hoe zou het bij het andere team gaan? Je zal misschien denken, die is snel gegroeid. Nee. Wij zijn gewoon nog steeds dezelfde mensen als net. We hebben de shot opgenomen en nu is het tijd voor het praatstukje. We doen het voor. Ja, die zat! Hij zat! Nee, ik zat door, man. Jawel, ik zie dat hij over de lijn is. Hij zit! Ik pak je moeder. Ja. Oké, jongens. Ja, zat! Normaal niet, wat bedoel jij zat? Hij zat zeker wel. Normaal niet, bro. Die zat helemaal niet. Ja, echt wel. Weet je wat? Pak je moeder. Schitterend! Ik ben helemaal enthousiast, ik ben helemaal boos dat jullie zo boos waren. Oké, okay, jongens, wij zijn klaar, hè? It's a wrap. It's time to edit. Oké, het is zover. Het grote moment is daar. We gaan elkaars short movie bekijken. Gaan we hem ook beoordelen al een beetje? Of... Ja, tuurlijk. Je gaat hem beoordelen op een cijfer hoe goed hij is, maar uiteindelijk beslissen de kijkers. Oké, dus eigenlijk boeit het niet wat wij ervan vinden. Dat boeit wel, want jij kan ook heel erg de kijkers sturen in jouw mening. Hé, één opmerking. Milo die is er niet bij. Bij je. Okay. Het onderwerp zullen jullie vast aanspreken. Ik zeg niks. Nee, spreek voor zich, denk ik. Je zou er niet komen vandaag. Kom je wel de beste te kijken? Je had toch geen tijd? Je had andere dingen te doen? Het begint al over 5 minuten. Ja. Wat heb je mee? Ben je net in het ziekenhuis geweest of zo? Nee, ik had het je eerder moeten vertellen, maar het is officieel, man. Officieel? Daar ben ik klaar. Kom maar aan. Met mijn moeder? Ja. Waarom? Weet je nog 15 jaar geleden bij het voetbalveldje? Hij zat er wel in. Ja, die zat. Nee, dat zat helemaal niet. Ja, zeker wel. Nee, die was echt totaal niet over die lijn heen. Ja, ik weet het niet. Zeker wel. Nee, jongen, hij zat echt speel niet. Gewoon eerlijk. Maar hij zat 100% eerlijk zijn. Hij zat wel over ik de lijn. Ik ben 100% zeker eerlijk. Hij zat zeker weten wel. Je, zo goed, toch? Weg, man. Speel gewoon eerlijk, ouwe. Weet je wat? Ik pak je moeder. Mat, mag ik de zout van jou? Thanks. Lekker gekookt, schat. Maar wat bemoei je ineens allemaal mee? Twee uur, maar ik ben 28, hè? Luister naar je moeder. Ja. Pak je moeder.
Koen. Ja. Het spijt me. Hij zat al die tijd al die bal. Ja, ik wist het. Weet je wat het is? Ik kan gewoon heel slecht sorry zeggen. En ik kan ook helemaal slecht tegen mijn verlies. Dus het spijt me. Maar het is nu wel afgelopen met die onzin met mijn moeder, hè? Ik zal hem wel ophouden. Zand erover. Zand erover, maatje. Laten wij een drankje gaan doen. Wij gaan een drankje doen. Ja! Koen! Verrassing! Je wordt vader! Ik wil het echt een kort om hem zo terug te zien. What the fuck? Heb je haar nou geleukt? Ja, ik ben zwanger. Zij kwam dus aan en toen voelde ik van, heb je het script gekregen? Ja, gisteravond pas. Dus ja, want mijn kinderen zeiden heel erg dat ik mee moest doen. Maar als ik ze dit had laten zien, het script, dan hadden ze gezegd, doe maar toch niet mee. Dan hoop ik dat jullie genoten hebben van jullie moeder. Ik in ieder geval. Echt goud. Nou, bedankt voor je mooie woorden, jongens. Ik ben er helemaal klaar voor. Lang, lang geleden. In het bos waar het altijd regent, wacht volgens de legende een oude wijze goeroe. Hij wacht op iemand die dapper en sterk genoeg is om hem te bezoeken. Dan zal deze beloond worden met een schat van ongekende waarde. Niemand weet of de legende waar is en het is geen makkelijke tocht naar de top van de piramide. Maar als iemand het kan, is hij het. Avonturier, je hebt me weten te vinden. Ik ben er. Ik heb voor jou deze glazen bol. Wow. En deze bol heeft de gave om iedereen verliefd op je te laten worden. Maar wees er zuinig mee. De vloek kan niet zomaar doorbroken worden. Oké. Ik zal er verstandig mee omgaan. Dank u wel, goeroe. Ga nu! En onthoud. Wees voorzichtig. Komt goed. Wat een belangrijk moment. Holy fuck, oh, wat een lekkere wijven. Ik kan echt niet kiezen, man. Sorry. Oh nee. Ah, schatje, nee, niet. Blijf hem af. Blijf hem af, blijf. Ik ben niet verliefd op je. Weg van mij. Mia. Nee, niet weggaan. Wat een harde straal. Mag ik hem even vasthouden? Gast! Godverdomme. Goeroe. Je moet die vloek even breken. Ik heb een gek achter me aan. Milo, de leukste, liefste Milo. We zijn nog zo. Doe nou voorzichtig. Je hebt maar één kans. Dat was een onder, hij fietst tegen me aan. Ik wilde niet diegene uitzoeken. Ik wilde een ander. Je moet de vloek echt verbreken, alsjeblieft. Oké. De vloek? De vloek is nu verbroken. Godzijdank. Maar mag ik dan nog wel die bal voordat ik nu wel echt iemand kan uitkiezen? Mag dat nog wel? Jij vindt mij. Jij krijgt bal. Ik waarschuw. Jij laat bal tieven. Jij vraagt of ik de spreuk ongedaan kan maken en je hebt het gore lef om nog een keer om een bal te vragen? Ja, tuurlijk. Dankjewel, goeroe. Oprecht, dankjewel. Maar wees voorzichtig.
Ja. Oh, fantastisch. Heerlijk. Ja, geen wagenbrug verhaal dit. Nee? Niet gebaseerd op. Schitterend. Echt heel leuk. Wat schitterend dat we toch twee van die prachtige short movies kunnen maken in één dag tijd. En wat mooi dat het bij jullie ook regende toen die kinderen buiten spelen. Ja. Oké, dames en heren. Dit waren ze dan, de twee short movies. Wij hebben genoten, hopelijk jullie ook. En jullie kunnen stemmen welke jullie het beste vinden. Dat doen jullie door de community post te checken op het Bankzitterskanaal. Heb je twee opties. Of je moeder... Of liefdesgas. Laat die slijmballen niet winnen. Slijmballen? Laat die slijmballen. Ik heb je moeder geneukt. Nou, we zijn benieuwd naar jullie stem. En we zien jullie graag terug bij de volgende video. Doei! Hey! Luister naar je moeder!